Dus welkom allemaal bij deze lezing. Lotte Vergouwen en ik gaan de lezing geven en ik geef graag het woord aan Lotte. Ja, goedemorgen. Welkom allemaal. Leuk dat jullie er zijn. Bij onze sessie genaamd Samen leren ontwerpen in Mixed Reality en Social VR omgevingen. En wat dat allemaal inhoudt, daar gaan we zo meer over vertellen. Voor wie ons niet kent, ik ben Lotte Vergouwen. Ik ben studieleider bij HKU Games en Interactie. Joris, wil jij jezelf ook even voorstellen? Ja, dat is ook wel handig. Hè? Ik ben Joris Weidom, ik zit bij HKU Theater en bij het lectoraat Performatieve Maakprocessen. Yes, en ik heb Joris vorig jaar ontmoet bij een sessie over immersive media, waar wij allebei aan deelnamen. En toen hadden we na de hand met elkaar gesproken en al wat plannen gemaakt om een keer samen te gaan werken. Yes. Dat is gelukt, daar zijn we afgelopen semester mee bezig, of nog steeds. En daar gaan we jullie in meenemen vandaag. Dus we gaan eerst even kijken naar een filmpje erover. My father once wrote, "A boy lives only in his early dreams." He does not yet know what to believe, or if he should believe at all. But faith alone is what keeps him going. Most beautiful eyes in the whole world, she looks at me, for now and forever. Junk is an interactive performance that is experienced in both virtual and physical space at the same time. It lets the users experience and perform together with us in this new art form where virtual reality and theater collide. Special moments. I know this moment is special. You're a special person. Goosebumps, goosebumps. That's what I have right now. One of the most creative things I've ever seen in EOS. Ja, als je denkt, waar heb ik net naar zitten kijken? Daar gaan we verder op in om wat context te geven over dit project. En dit project heet ook, of valt binnen, project Context van HKU Games en Interactie. En het curriculum van Games en Interactie is in jaar 3 en 4 in de bovenbouw is heel ruim opgezet, dus veel vrijheid mogelijk. De studenten doen 2 verschillende projecten, hun afstuderen en een stage in jaar 3 en 4. En project Context valt in jaar 3 of 4 en de studenten kunnen zelf kiezen wanneer ze dit gaan doen. De volgende. Nou, wat is project Context? Nog eentje terug, Joris. Project Context, studenten gaan een semester lang werken aan een vraagstuk van een externe opdrachtgever. Dat zijn heel diverse opdrachtgevers. Dus het gaat van grote corporates, kan zijn in de zorg, een festival, een museum. En in dit geval met Joris is het dus vanuit het lectoraat, dus meer intern. Ze gaan dan werken een semester lang aan een vraagstuk. En wat kan daar onder andere uitkomen? Zodat voorbeelden van projecten. De volgende is een kaartspel en een bordspel en een app voor interne medewerkers van de KLM. Dit is een buurtparticipatieproject gemaakt voor Amsterdam Noord. Ja,
Dit is dan meer echt een entertainment game zoals die eruit ziet, maar ging over mentale gezondheid. En hebben studenten gemaakt voor de KRO en CRV. En dit zijn verschillende interactieve installaties die gemaakt zijn voor het Rijksmuseum. En hier zie je ook dat we vaker projecten doen met VR. Maar we hadden nog nooit een project gedaan waarin studenten ook echt gaan samenwerken en ontwerpen in VR zelf. Nou, waarom wilde ik dit graag gaan doen? Waarom wilde ik deze uitdaging aangaan? Verschillende redenen. Ik wilde gaan kijken met studenten van ja, hoe kunnen we mogelijkheden van VR exploreren en die verder gaan dan echt de entertainment game kant. En ik denk dat VR met name ook interessant is om echt over disciplines heen te kijken. Er komt heel veel samen in VR. Samenwerken dus met andere schools, het lectoraat, maar ook instellingen van buiten de HKU. Internationaal werken, als je in een virtuele wereld gaat werken en gaat samenwerken, is het makkelijker of relatief makkelijker om mensen internationaal te betrekken bij je project. En tot slot, ja, voor onderwijsontwikkeling. Ik denk dat deze pilot was ook een interessante aanzet voor mij om te kijken naar de strategische en inhoudelijke ontwikkeling van ons als school bij Games en Interactie en ook voor de verschillende opleidingen. Yes. Nou, dus we hadden al wat plannen gemaakt, Joris en ik, van we moeten een keer wat samen gaan doen. Zouden we een gek project kunnen starten? En toen kwam in het voorjaar corona om de hoek kijken. En toen werd het eigenlijk nog relevanter en urgenter om iets hiermee te gaan doen. Dus we zeiden van ja, de tijd is wel rijp, laten we dit gaan starten. Want ineens was het niet meer mogelijk om fysiek samen te werken. Iedereen zat thuis, moest het onderwijs online verplaatsen. En je zag ook dat heel veel conferenties en festivals bijvoorbeeld gingen kijken van ja, wat kunnen we online doen? Nou, eindeloze Zoom-sessies gehad, vandaag ook weer. Maar mensen gingen ook experimenteren met wat kan er in VR? Yes, we waren een beetje teleurgesteld wat we daarin zagen. En dit kan natuurlijk helemaal niet met corona, maar goed, het is dan ook in VR een conferentie. Maar dan zat iedereen gewoon bij elkaar met een bril op. Op de volgende slide waren mensen dan wel in VR, maar zit je eigenlijk naar een PowerPoint-presentatie te kijken met statistieken. En op de volgende zie je, is eigenlijk in VR een systeemplafond vergaderzaaltje nagebouwd, waar mensen dus ja, precies hetzelfde als ze normaal zaten, dat dan in VR gingen doen. En wij dachten, ja, kan dat niet interessanter, want je hebt eindeloze mogelijkheden. Dus laten we daar eens mee gaan experimenteren met de studenten. Nou, Joris wilde daar wel opdrachtgever voor zijn voor dit project. En die kwam met NIOS aan als platform waarin we dat zouden gaan doen. Daar gaat hij zo meer over vertellen. Maar niet alleen de studenten gaan dan samenwerken in VR. Ik moest als coach en Joris als opdrachtgever ook in VR gaan werken. Nou, hoe ziet dat er dan uit? Op de volgende, je ziet links, als je doorklikt Joris, zie je Joris staan als een soort creepy versie van zichzelf in VR. De volgende, in het midden, zie je mij als een soort roze cartoony beest. Dus dit was ik tijdens dit project. De studenten, dit is ons team studenten, die zagen er zo uit, een mooie bunch of characters. En op de volgende slide zie je ze ook hoe ze er in het echt uitzaten. En rechtsboven zie je als gans mijn collega Stefan, die ook coacht in dit project. Nou, met wie hebben we dan gewerkt? Al een heel mooi interdisciplinair team. Vanuit HKU hadden voor de Schools Games en Interactie 2 game designers, 2 game artists en 1 game developer. Van theater een student interactive performance design. En van de Universiteit Utrecht hadden we nog een student van het Department Information and Computing Sciences die meedeed aan dit project. En toen ze startten hadden ze ook fysiek een lokaal op de IBB, waar ze dus ook fysiek samenwerkten, maar wel heel veel al in VR zaten. En daarna, toen de lockdown begon, kon dat niet meer, maar zaten ze nog steeds wel met elkaar, maar dan in de virtuele ruimte. En Joris gaat wat meer vertellen over wat zijn opdracht was aan dit mooie team. Ja, ik ben al een tijdje met Mixed Reality als onderwerp bezig. Eigenlijk al sinds ik zelf bij de HKU ging studeren, was ik geïnteresseerd in het gebruik van VR en het mixen van digitale werelden met reële werelden en andersom. Dus het houdt me al een tijdje bezig. NIOS is een interessant platform om het over te hebben, maar misschien is het ook wel goed om even iets te zeggen. Er staat een grijs vlakje over mijn presentatie. Oh, dat is waarschijnlijk... Mijn eigen, dankjewel Job.
Mixed reality is een schaal die gaat tussen het reële en het virtuele. En ik ga geen lezing geven over de theorie daarachter, maar het is wel goed om te beseffen dat het een schaal is die ook een ervaringsschaal kan zijn. Dus het is niet zo dat we het hebben over spullen van, oh, dat is VR, maar dat is die helm, of oh, dat is augmented reality, want dat doe je met je telefoon. Het gaat om een ervaringsschaal waarin eigenlijk verschillende werelden over elkaar heen lopen en waar over tijd je ook tussen kan variëren tussen het reële en het virtuele. En dat was eigenlijk ook wel een beetje het kader die zich vertaalde naar de opdracht die ze hebben gegeven. Neos VR is een, ze noemen dat een social VR platform. En je ziet ook aan de trailer dat dat er allemaal heel gamey en een soort van entertainment en glimmend en gloeiend uitziet. Maar het interessante is dat het eigenlijk een plek is om samen te werken. Je kan alles bouwen wat je wil. Je kan je eigen objecten importeren, je kan visueel programmeren en ondanks het feit dat we er allemaal als melige karakters uitzien, kon je in feite dus die wereld helemaal naar je eigen hand zetten. Dus ondanks het feit dus hier dat je de trailer nogal gamey dingen ziet, zou je in feite alles kunnen maken in deze omgeving. En wat ik er heel bijzonder aan vind is dat je dat allemaal vanuit VR kan doen. Dus je kan met elkaar bouwen terwijl je in VR zit. En dat was voor mij wel een doorslaggevende reden om dit specifieke platform te kiezen. Wat ik ook mij opviel is dat in toenemende mate er allerlei experimenten plaatsvinden, natuurlijk al vrij lang, al sinds Second Life, maar zeker sinds corona zijn steeds meer mensen allerlei events online gaan organiseren, zoals Lotte al zei. En in Neos VR was Jason Moore, een New York gebaseerde filmregisseur, bezig om wat hij een metamovie noemt en wat ik immersive theater zou noemen, projecten starten waarbij mensen in VR een film eigenlijk zelf helemaal real-time zelf kunnen meemaken en ook zelf de rol van bepaalde karakters kunnen spelen. Dus het is een soort crossover van games, theater en films, waar we natuurlijk bij IPD al heel erg lang over nadenken, maar wat we nu ook steeds meer in de wereld zien gebeuren. De opdracht die ik aan de studenten gaf ging niet alleen dus om die virtuele wereld, maar ook de fysieke wereld. En ik heb ze geprobeerd de hele tijd te vertellen dat bij ervaringen van mixed reality en VR in feite het fysieke lichaam altijd centraal staat. En dat, hier zie je een plaatje van een fysieke installatie, een mixed reality installatie die ik heb gemaakt voor de Praagse Quadrinale, waarin ik dat zelf als vormgever ook echt heb ondervonden en geprobeerd heb daarop te kapitaliseren. Dus dat bracht mij eigenlijk tot de volgende opdracht aan de studenten. Namelijk, en ik lees hem even op en hij is in het Engels. Create a meaningful and embodied mixed reality experience using Neos VR and several physical locations for minimal of 5 participants. The project showcases explorations in new ways of immersive storytelling, multiple levels of user participation and an innovative use of mixed reality technologies. Nou, dat zijn een hoop trefwoorden waar je een vraagteken bij kan zetten, maar dat was ook precies de bedoeling. Dus het ging er niet om dat ze iets gingen maken wat we al kennen, maar het gaat er juist om dat ze gingen ontdekken wat dit nieuwe platform, wat geen theater, geen film en geen games is en tegelijk ook alles wel is, wat dit nieuwe vertel- en ervaringsplatform eigenlijk kan zijn. En het ging dus ook niet zozeer alleen om het product van een soort theatrale performatieve mixed reality voorstelling, maar het ging me ook wel dat ze heel veel zouden prototypen en uitproberen in een soort, eigenlijk bijna een soort onderzoeksmatige manier van werken om dit platform te verkennen. Nou, daar kan ik het heel lang over hebben, maar volgens mij is het veel leuker dat de studenten zelf vertellen wat ze hebben gedaan. Wij hebben twee van de studenten, Mirna van Game Development en Robin van Interactive Performance Design, gevraagd om real-time, live in Neos aan jullie een presentatie te geven. Want kom op, het is ook theater, dus het moet live. Alleen wat blijkt, de HKU is dicht vandaag. Dus ze konden dat helemaal niet vanuit school presenteren. Dus we hebben in een soort milde paniek op het laatste moment een screen capture gemaakt. Dus we hebben gisteren een filmpje gemaakt die we nu graag aan jullie willen laten zien. Om die reden zal het beeld af en toe wat hakkelig zijn. Dat ligt niet aan jullie internetverbinding, dus blijf leun achterover. Kijk gewoon rustig naar het filmpje. Het zit in het filmpje zelf. Hun presentatie nu duurt een kwartier. En daarna komen Lotte en ik weer terug om wat te vertellen over wat wij als docenten vanuit het onderwijsvernieuwing hierover nog aan vragen en ideeën hebben. Hallo mensen van de HKU-dag. Ik ben Mirna
En dit is Robin. En wij zijn twee leden die werken aan het Mixed Reality project van Joris Weidom. En wij gaan jullie hier iets vertellen over ons proces en het platform, maar ook over wat wij gemaakt hebben. Ik wil jullie allereerst verwelkomen in NIOS, dit virtuele platform waar wij in gewerkt hebben in virtual reality. Als je in virtual reality begint, is er eerst helemaal niks. Dus de fysieke dingen die je zou hebben bij het traditioneel lesgeven, heb je hier niet. Dus aan het begin van het project zijn we begonnen met het bouwen van een klaslokaal. Het mooie hiervan is dat je volledig je klaslokaal kan inrichten waar je behoefte aan hebt. Zonder de restricties van ruimte of dingen zoals bijvoorbeeld zwaartekracht. Zo hebben wij ons klaslokaal als volgt ingericht. Wij hebben hier een hele hoek gewijd aan notities en feedback die wij gekregen hebben van externen. Aan deze muur hebben wij allerlei foto's gehangen van schoolreisjes die we gedaan hebben en andere leuke dingen. Hier hebben wij een tafel waar wij omheen staan als wij meetings hebben. En in deze hoek hebben wij de opdracht hangen, zodat we hier constant in ons project aan terug kunnen refereren. Naast ons klaslokaal hebben wij ook eigen ruimtes gemaakt. Waarin wij dus konden kijken waar iedereen behoefte aan had in het project. En hier hebben we dus eigenlijk onze kleine thuisruimtetjes gebouwd naast het klaslokaal. Het mooie inderdaad in virtual reality is ook dat je in enkele seconden over kan springen naar verschillende werelden. Dit maken dingen zoals schoolreisjes inderdaad ook heel erg leuk. Maar naast schoolreisjes in dit platform zelf, hebben wij ook schoolreisjes gedaan naar bijvoorbeeld de Museum of Other Realities. En doen wij ook team exercises in spookjagen zoals Phasmophobia. En het mooie van het platform is dat je kan letterlijk bouwen zover als je fantasie gaat. En mensen uit de community hebben dus hele gave dingen gebouwd. Waar we inspiratie uit kunnen halen. Maar ook op kunnen reflecteren en dingen die we in ons eigen project kunnen gebruiken. Daarnaast is het ook heel makkelijk om met mensen aan de andere kant van de wereld te praten. Dit is bijvoorbeeld een meeting die we hadden met een filmmaker genaamd Jason Moore. Hij zit in Amerika en toch konden wij via dit virtuele platform heel makkelijk met hem samen praten over zijn werk en zijn ideeën. Nou ja, dit platform hebben wij dus ook gebruikt om ons eigen project te maken. En daar gaan wij nu iets over vertellen. Zo. Wat je hier ziet is een schaalmodel van een fysieke ruimte. Dit is de black box op de pastoellocatie van de HKU. Je kan hier ook de foto's zien van hoe het in het echt eruit zag versus hoe het in het schaalmodel terugkomt. Zo. We hebben namelijk een performance gebouwd die fysiek bij te wonen is, maar ook virtueel tegelijkertijd. Dit is dus de fysieke schaalmodel en zometeen zullen wij verder gaan op het virtuele aspect van dit project. Zo, de fysieke performance gedaan hebben, is dat wij achter in de zaal interactief reageren op alles wat de publieksleden doen. Met gebruik van minipads konden wij interactief reageren met transities en licht en geluid en ook een live performance van de voice-overs. Zo konden wij precies reageren op hoe het publiek interacteerde met de omgeving. Wij maakten in dit project ook heel veel gebruik van technologie. Die ga ik kort even benoemen. De eerste publiekslid had een telefoon in zijn handen, waarmee hij direct de virtuele wereld in kon kijken. Hier zat ook een HTC Vive tracker op. Dan vervolgens hadden we objecten in de ruimte waar ook een tracker op zat. En die dus tegelijkertijd in de virtuele ruimte en in de echte ruimte synchroon bestonden. Het tweede publiekslid had een tracker op zijn hoofd, waardoor zijn lichaam wel herkenbaar werd gemaakt in de virtuele ruimte, maar verder kon hij niet interacteren of de virtuele ruimte direct zien. Wel kon hij dit bekijken via twee beamerprojecties op de muren
Eentje met het first-person perspective van de VR-speler. En één beamer-projectie met een eagle-eye view op de virtuele performance. De derde speler zat in virtual reality en kon dus... was dus aanwezig in de virtuele ruimte. Maar ook niet helemaal, omdat wij zijn zicht hebben gelimiteerd, waardoor hij nog steeds de fysieke spelers nodig had om te navigeren door de fysieke en de virtuele ruimte heen. Vervolgens had hij ook een leap motion op zijn virtual reality headset, zodat hij geen controllers nodig had om te interacteren met de omgeving. Wij hebben gebruik gemaakt van minipads, zoals ik al zei, om dus de performance interactief te reageren op wat ze doen. We zullen nu jullie meenemen naar de virtuele ruimte waarin deze performance gebeurde. En ik wil dat jullie goed begrijpen dat dit dus de fysieke was. We nu gaan naar de virtuele. En dat deze dus samen overlappen in elkaar en de performance dus tegelijk op die twee plekken afspeelde. Welkom in de void world van Junk. Dit is waar de verloren herinneringen zich verplaatsen en leven. Als jij in VR de voorstelling mee zou beleven vanuit huis, vanuit waar dan ook in de wereld, dan zou je hier komen en je ziet gelijk, ik ben geen paddenstoel meer. Ik ben een nieuwe avatar geworden. Het is omdat ik ook een verloren herinnering ben geworden. Wij leven hier. De drie objecten die net te zien waren op het schaalmodel, de fiets, de platenspeler en de stoel, dat zijn objecten die hebben allemaal iets te maken met herinneringen. Die zijn daar aanwezig geweest wanneer een persoon een heel belangrijke herinnering meemaakt. En die persoon is zelf misschien die herinnering vergeten of die is al weg. Maar het object, die door de emotionele waarde van het object, die heeft nog een stuk van die herinnering in zich. Nou, wij kunnen die herinneringen opwekken. En die kunnen we nog één keer beleven. Dus wij hebben het publiek in het echte leven hebben wij in onze locatie gevraagd om de objecten te activeren. De scènes nog één keer te bekijken. En dan een keuze te maken met welke van de drie herinneringen is nu het belangrijkst. Kom jij in VR richting de ruimte, de selectieprocedure waarin alles gebeurt, waarin de objecten geselecteerd moeten worden in hoe betekenisvol ze zijn, dan is dit wat jij ziet. We hadden hier een livestream van de fysieke ruimte die één op één liep, met een korte delay, maar waar je de personen dus kon zien en hoe ze omgingen met de objecten, terwijl ze hier in een avatar zaten. Zij werden gevraagd om door de deur naar binnen te gaan en zo de selectieprocedure te betreden en de herinneringen te gaan ervaren, de scènes te starten. Hoe zij dat deden, was dat zij moesten omgaan, ze zijn geïnstrueerd om de objecten te gebruiken hoe zij in de herinnering ook gebruikt zijn. Dus de stoel bijvoorbeeld op gaan zitten, de fiets op gaan fietsen, al hebben we daar gesmokkeld en moesten dat ook stilstaan doen. En zo konden zij de scènes starten. En hoe Myrna net beschreef met de midipads, als zij daar dichter in de buurt van kwamen en zij begonnen die stoel te begrijpen, konden wij de nieuwe scène activeren en laten ontstaan. Nou, laten we daar een voorbeeldje van pakken. Als Myrna op de stoel gaat zitten, dat doet zij dan ook in het echt, maar in het digitaal zien wij ook dat zij op de stoel gaat zitten. Dan activeren wij een nieuwe wereld. Wij activeren de woonkamer van een oude vrouw die een paar minuten met haar ook oude hondje doormaakt. En die twee zijn eenzaam, die zijn oud en die zijn dementerend. En het is de start een heel poëtische scène. Waarin de voice-over vertelt door een ik-perspectief op poëtische wijze wat er gebeurt en wat er omgaat in deze herinnering. Zo creëren wij een heel erg mooie emotionele moment dat zij meemaken, waarin het fysieke publiek dat op verschillende manieren al ervaart, maar ook het NIOS publiek van buitenaf, maar ook van binnen kan ervaren. We hebben ze gevraagd om een avatar te equippen die aangesloten is bij de omgeving. Dus in het verhaal met de oude vrouw en het hondje konden zij een hondje worden. Zo kreeg de persoon in VR meer de rol al van de oude vrouw.
En zaten zij samen op de stoel of gingen zij dansen op de muziek. En zo werd het poëtische verhaal een stuk meer immersief en emotioneel. Omdat het daadwerkelijk plaatsvond. En er ontstonden fysieke, emotionele connecties. Doordat mensen vanuit een virtuele omgeving ineens samen elkaar bijna aan konden raken. En zo creëerden we een heel mooi magische omgeving. Die eigenlijk tegelijk in de Black Box en in NIOS ontstond. Laten we nog een herinnering even bekijken. En zo gaan we naar... Zo zijn we beland bij een zolderkamer van de platenspeler, waar twee jongvolwassenen in een hallucinerende drugstrip zitten. Die luisteren naar Pink Floyd. En denk je eerst dat ze op een festival zijn, waarin de wolken in kleurrijke draken veranderen en de kleding ineens begint te leven. En zij zien elkaar op verschillende manieren en eigenlijk... realiseren zij hoe belangrijk zo'n jonge betekenis en hoe mooi die herinnering is die daar ontstaat. En door die drugstrip komt dat extra hard binnen. Waarin nu het NIOS publiek dus weer als draken door de ruimte kan vliegen. En zo een letterlijk hallucinerende virtuele ervaring kan creëren. En als laatste hebben wij een strand waarin een heel erg een mooie romance plaatsvindt. Wel of niet geliefd, dat is natuurlijk altijd de vraag. Die zijn met een fiets hier aangekomen. En die gaan foto's van elkaar nemen. En één vraagt ineens aan de ander, trek je kleding uit. En in het Franse strand aan de kust van Normandië vindt een prachtige intieme scène plaats. En we hebben ook gekozen voor een handgetekende artstijl. Omdat dat veel meer invult in een herinnering. En nu al die herinneringen gehad te hebben. Brengen wij ze terug naar de void, naar de limbo, naar de selectieprocedure. En vragen wij aan het fysieke publiek om één object te kiezen. Één herinnering te kiezen die het belangrijkste is, die het meest waardevol is. Het meest betekenisvol is voor hun om die te bewaren. Wanneer zij er eentje hebben gekozen, leggen zij het object in het midden. Dat is het object wat bewaard wordt. Je krijgt een speciale plek in deze limbo-wereld. En de rest van de herinnering gaat verloren. Maar die is het belangrijkste, die wordt bewaard. Dus zo aan het einde krijgen zij nog een mooie filosofisch vraagstuk van wat is inderdaad de waarde van een herinnering. En misschien zelfs als het niet je eigen is. Maar ze hebben hem wel beleefd. Dat er mooie poëtische stukken komen dan samen in de climax. Nou, deze performance is natuurlijk niet het enige wat wij hebben gedaan de afgelopen half jaar. Dit is natuurlijk maar het werk van een aantal weken. We hebben veel meer gedaan. We zijn dus allemaal experimenten en vraagstukken die ons hebben geleid naar dit eindstuk. En dat gaan we allemaal nog één keer samenbrengen in één grote expositie. Waarin we alle vraagstukken behandelen, onze experimenten laten gaan we tonen. En onze zoektocht in dit nieuwe medium toch willen gaan... delen met anderen. Dus dat we hebben als eindwerk hebben wij een expositiehal ontworpen. Daar gaan we zo meteen heel even een kijkje naar nemen. Die wij willen delen met bezoekers die interesse hebben in überhaupt kunst en nieuwe media. Maar ook voor andere studenten die maakprocessen op deze manier willen. Of docenten die met hun studenten dit soort maakprocessen aan willen gaan. En hopelijk mensen enthousiasmeren, maar ook wat kunnen leren. In onze vraagstukken en hoe wij het allemaal hebben ervaren. Laten we daar even heen gaan nog. Dan zijn we als laatste beland bij de Mixed Reality expositie, wat om een of andere reden altijd nacht is. In deze expositiehallen gaan we ons project presenteren van alle processen van het begin tot het eind. Er zullen audiotours zijn die ingesproken zijn door ons als individu, dus die vanuit onze eigen disciplines hun beeld gaan geven op alles wat wij gedaan hebben. Op 21 januari om 8 uur 's avonds is de opening in NIOS VR. Een VR-headset is niet per se verplicht om hier te komen. Er is ook een desktop versie van NIOS, dus je kan ook gewoon zonder VR-headset langskomen. En de opening is om 8 uur. Daarna is de wereld altijd online en kan je altijd alleen of met anderen komen kijken. Dus dan zien we jullie daar. Dank jullie wel. Zo, en nogmaals excuses voor de eventuele hakkelige video en het lastige geluid.
ik kan me voorstellen dat er bij een aantal van jullie meer verwarring is ontstaan dan dat dingen duidelijk zijn geworden. Maar dat is niet erg. Ik denk dat het in ieder geval een leuke introductie geeft hoe de studenten hebben gewerkt met en nadenken over het maken van mixed reality ervaringen. Ik kreeg al even privé berichtjes van mensen, alsjeblieft op mute zetten. Ik kon mensen niet op mute zetten, omdat anders het filmpje stopt. Maar mocht je nog binnenkomen en niet op mute staan, doe het even alsjeblieft. Lotte en ik willen graag nog wat vertellen over eigenlijk het onderwijsdeel van dit project. En hopelijk zijn er dan nog een paar minuten over voor vragen als jullie die hebben. En ongetwijfeld hebben jullie die ook. Dit is even een tussendoor moment. Het is altijd heel verleidelijk om natuurlijk de best-of van een project te presenteren. Maar hier kwam ik ergens 's avonds laat vanuit mijn kamertje met een helm even kijken in NIOS. En ik zie, hey, de studenten zijn online. En ik kom eigenlijk binnen in een wereld waar ze gewoon één van hun experimenten samen aan het maken zijn. En wat je ziet is dat je eigenlijk iedereen in die 3D-wereld kan objecten verplaatsen, code schrijven. Ze zijn de hele tijd met elkaar in overleg. Sommigen zitten kijken, een beetje beschouwelijk te denken van, nee, dat kan ook anders. Anderen zijn helemaal full-on embodied bezig. Bobby vroeg net al via de chat, is dit in real time? Nou, het filmpje van net was dus een opname van real time. Maar inderdaad, je zit dus met z'n allen in een game omgeving, in een real time 3D wereld. En je hebt body tracking op basis van de trackers die je aan hebt. En daarmee konden ze dus eigenlijk door die virtuele wereld met elkaar bewegen en dingen maken. Nogmaals, ik ga er geen theoretische lezing van maken, maar het gaat natuurlijk wel ook over onderwijs. En ik denk dat wij allemaal binnen de HKU ons bezighouden natuurlijk met een vorm van ervaringsgericht leren. Wij kunnen niet vertellen wat ze moeten maken, daar moeten ze zelf uit zien te komen. En dat proces is natuurlijk iets wat we dan vervolgens coachen en begeleiden. En ik vind het wel interessant om te merken dat het idee van iets concreet beleven, dat samen ook getuigen van zijn, daarover nadenken en dat proces weer gebruiken om je volgende ontwerpstap te informeren, is iets wat we heel belangrijk vonden om vanaf het begin van dit project in te zetten. Dus we zijn eigenlijk al vanaf de eerste week gelijk dingen gaan bouwen en ervaren en iedere keer dat weer bespreken met elkaar en een volgende ontwerpstap te maken. Dus dat is eigenlijk learning through reflection on doing. En dat vertaalde zich dus ook naar ontzettend veel experimenten. Dus de studenten vertelden al net dat ze hebben hun eigen klaslokaal gemaakt. Ze hebben hun eigen privéwerelden gebouwd om iets te vertellen over zichzelf en hun interesses. En ook als kennismaking natuurlijk voor anderen in het interdisciplinaire groep. We hebben ook werk van anderen bekeken en dat bezocht met wat hun schoolreisje noemden. En dat zo voelde het ook echt. En daarin merk je dus de hele tijd dat die iteratieve cyclus van ervaren, voelen, communiceren erover, ook een taal vinden om erover te communiceren, zat heel duidelijk in dit leerproces verweven. En dat vertaalt zich dan iedere keer weer naar experimenten waar de coaches op werden uitgenodigd om dan weer te ervaren. Alleen, het is natuurlijk wel interessant, want hoe praat je er dan over met elkaar? Hè? Dus natuurlijk zijn al game art, game design en game development 3 verschillende opleidingen. En ik merkte ook wel dat die duidelijk verschillende kaders hadden en ideeën over hoe je ontwerpt, wat er interessant aan is, wat je succes zou kunnen noemen of een slimme keuze. Maar daarnaast was er ook nog een gekke artistieke student uit Interactive Performance Design van theater en een opdrachtgever, namelijk ik, die de hele tijd vanuit een soort theaterdramaturgie reflecteerde op de ervaringen die we samen hadden. Dus het is natuurlijk best interessant dat een platform die vraagt om interdisciplinaire samenwerking natuurlijk ook eigenlijk vraagt om een interdisciplinaire taal. Want hoe praat je eigenlijk over iets wat betekenisvol is? Dat is natuurlijk heel subjectief en ook cultuur bepaald. Hoe praat je over agency of participatie of interactiviteit of performativiteit? Wat is nou eigenlijk een succesvol ontwerp? Dus ik vond het heel interessant en ook samen met Lotte en Stefan heel boeiend om eigenlijk ook die verschillende culturen en talen te ontdekken samen met de studenten gedurende dit project. We hebben best wel veel verschillende ontwerptechnieken toegepast. Jullie hadden al wat schaalmodellen net gezien in de presentatie van de studenten. We hebben natuurlijk ook veel getest. Vlak voor de lockdown konden ze gelukkig nog in de studio
user tests doen, dus met peers van de master scenografie bijvoorbeeld, weer een hele andere taal en kader, hebben ze allemaal testen gedaan op Pastoe in de black box. Ze hebben in hun eigen lokaal getest met het versjouwen van fysieke objecten die je in VR weer kon zien. En het mooie aan Neil, ze konden ook visueel interacties programmeren. Dus ze konden ook heel snel prototypen in Neil's zelf. Myrna zei het eigenlijk al. Het was opvallend dat, omdat we natuurlijk online waren, hadden we eigenlijk een klaslokaal die beschikbaar was voor de rest van de wereld. Dus ik had een aantal experts uitgenodigd uit mijn netwerk om ook een rol te vervullen, eigenlijk als een soort co-docenten of mensen die van buitenaf vanuit hun professie konden reageren en ook een soort frisse blik gaven. En een daarvan was Medra, in ieder geval dat is zijn Niels naam. Hij is een XR-designer, maar hij is ook een kunstdocent, kunstvakdocent in Amerika. En die kwam regelmatig langs om feedback te geven over environmental storytelling en worldbuilding. We hadden, zoals Myrna al aangaf, Jason Moore uit New York, filmmaker die zijn eigen maakproces die hij aan het maken was in Neos deelde met ons. En een hele lijst met vragen aan ons heeft gegeven hoe wij om moeten gaan met user agency en levels of participation. Want dat is hij zelf ook nog aan het uitzoeken. Dus hij leerde ook weer van de studenten en de projecten die we hebben gedaan. En we hebben zijn live performance mogen meemaken met allemaal acteurs die vanuit hun huiskamer ons een soort science fiction film ervaring hebben gegeven. En tenslotte had ik ook Beth Cates gevraagd uit Toronto, dramaturg en digitaal theatervormgever, die vlak voordat we de eindperformance hebben laten zien, improvisatielessen hebben gedaan, waardoor we dus eigenlijk wat we dan noemen onboarding, dus het mensen in de ervaring introduceren vanuit een verhalend kader met Myrna en Joris Dingel, andere student, ter plekke heeft geïmproviseerd in Neos vanuit een soort fysiek performance. En tenslotte waren er heel veel mensen in Neos van over de hele wereld die uiteindelijk ook de performance hebben bijgewoond vanuit Neos. Wat dus bijzonder is. Ik vind het leuk om te zeggen dat daar ook heel veel verschillende leeftijden en disciplines bij elkaar kwamen, die allemaal op hun eigen manier feedback hebben gegeven aan de studenten. En ik kan het toch niet laten om even Jason's Twitter berichten op te noemen. This was one of the most engaging pieces of live XR theater I have ever seen. Created by the students at the HKU Utrecht. En dit is dus een man die zelf al behoorlijk wat ervaringen met theater en film heeft gemaakt. Dus ik vond dat een prachtig compliment aan onze studenten. En natuurlijk voor hun ook fijn om te horen van iemand van buiten en niet alleen van de docenten. Lotte. Ja, dan nog heel praktisch. Wat heb je eigenlijk nodig als je zo'n project gaat doen en wat levert dat dan op? Yes. Ja, allereerst spullen. Je hebt best wel veel spullen nodig. Je hebt natuurlijk niet alleen de bril nodig, maar ook een externe microfoon, kabels, hele goede gamecomputers. En dat keer 10, want niet alleen de studenten moesten daarmee aan de slag, maar wij als coaches ook en Joris als opdrachtgever. Dus iedereen had zo'n hele eigen set nodig. En dan heb je dus ook een directeur nodig, dankjewel Victor, die hier de ruimte aan geeft, het geld beschikbaar maakt om dit te kunnen regelen. Dus daar waren we heel blij mee. De computerdienst heeft ons overigens ook heel goed geholpen. Yes. Hey Lotte, can you talk also? Hey, ik weet het niet, ik hoor jullie wel. We're coming back to our mind problem here. Yeah, I don't know. Ja, zo stond ik erbij aan het begin van het project in mijn woonkamer. En we kregen dus, ik had eindelijk alles opgezet, dus je hebt ook veel geduld nodig. Maar we kregen mijn geluid niet aan de praat in Neos. We hebben van alles geprobeerd en tot op dit moment werkt het gewoon niet. Dus patience heb je nodig. Yes, volgende. Let go of your ego. Ja, wat doet het met je als rol, in je rol als docent ook? Als jij ineens coacht als een soort heel groot roze monster. Doet dat iets met je? En rechts zie je een plaatje. Nou, als ik dan uit de sessie kwam in VR, hoe ik er ongeveer uitzag. Dat bleef ook de hele dag lekker zo zitten op mijn gezicht. Maar ook, je bent echt samen aan het leren met de studenten. Maar zij gaan veel sneller. Dus het werd al gauw een soort running gag. Dat het was, oh, Lotte zit weer ergens vast. Of Lotte is weer van de brug gevallen in VR. Dus ook daar, je bent ineens niet als expert aan het coachen. Maar veel meer aan het kijken van, ja, je bent hun proces aan het faciliteren. Waarbij jij dus niet de expert bent. En dat is ook heel te gek.
Embodied teaching. Joris had het net over embodied learning. En wat ik heel interessant vond, en vooral op de momenten waarop ik dus niet kon praten in VR. Ja, hoe ga je dan communiceren? Dus je ziet mij rechts druk bezig. Daar was ik, ze hadden een haardvuurtje gemaakt. En daar ging ik dus ook dan echt bij zitten. Dus ik probeerde door iets uit te beelden, contact te maken met de studenten, maar ook reacties uit te lokken van ze. En daarmee te gaan spelen. Dus dat was heel interessant. Je merkt ook als je fysiek aan het bewegen bent, dat je veel meer present bent in het moment en ook bij de studenten aanwezig bent en wat dat doet voor je. En daarnaast, Joris zei het ook al, alles wat ze maken is direct ervaarbaar. Dus het is niet zo dat er een artist iets laat zien aan mij en dan kan ik dan naar kijken op een scherm, maar je zit er echt in. Dus je kunt overal mee gaan spelen. En op dat moment, ook al ben ik zelf geen artist, ben je wel een soort van expert, want ik ben de gebruiker en de speler. Dus bijvoorbeeld één mooi voorbeeld was Yuri, een artist, die had een prachtige kamer gemaakt en wij gingen daar kijken met z'n allen en zeiden, ja, je mag niet door de muren heen. Maar dat kan. Dus het eerste wat iedereen ging doen was door de muren heen en alles uit elkaar trekken. Dus het is leuk, dus krijg je een soort dark play wat je gaat doen. En als laatste, ik vind het zelf... Even terug, Joris. Yes. Ik vind het zelf heel lastig nu ook om les te geven of te presenteren achter zo'n scherm. Ja, dus je zit stil en dan kun je niet bewegen. Dus ik merkte dat ik ook in de sessies waar je wel lekker rondloopt en aan het bewegen bent, dat je veel minder vermoeid eruit komt eigenlijk. Ja, volgende. Ja, Joris, you did it, man! Yeah. You did it! Yeah, good. I'm so happy that you experienced the magic of theater where nothing works 10 minutes before you start and then suddenly things come together. That's theater for you. Yeah. We've had my VR headset plugged in all day to work and it worked perfectly. And the minute we started, it... Ja, even omwille van de tijd, flexibiliteit had natuurlijk ook veerkracht kunnen heten, zoals vandaag. Ga ervan uit dat gewoon niks werkt, dan kan het alleen maar meevallen. Volgende. Nou, ook haar proces, zo ziet het normale proces er een beetje uit van zo'n contextproject met allemaal heldere fases waar ze doorheen gaan. En eigenlijk bij dit project ja, moesten we veel meer... kijken en meebewegen met hoe het ging. En zijn de studenten continu onderzoek blijven doen en blijven experimenteren. Ja, en ook qua een klein vraagstuk. Hè? Als je gaat samenwerken met verschillende schools, hoe ga je dat doen bijvoorbeeld in de begeleiding, maar ook in de beoordelingen? Nou, iedere school let ergens anders op, dus kan ook heel veel extra interessante dingen bieden. Maar het is ook goed om daarover na te denken, zeker als studieleider, van hoe ga je dat doen en wie beoordeelt wat bijvoorbeeld. Ja. Ja, en ik, de tijd is om, maar we zijn ook bijna klaar. Dus de mensen die het leuk vinden om nog heel even te blijven om met de studenten vragen en antwoord te doen, die kunnen in Zoom blijven. En voor mensen die graag naar de volgende, volgens mij is er nu even een kwartier tussen ding, maar als je voelt dat je verder moet, doe dat alsjeblieft, zullen we niet persoonlijk nemen. Ik vind het in ieder geval belangrijk om jullie nog uit te nodigen dus voor de expositie in NIOS. Op 21 januari om 9 uur 's avonds openen ze dus de expositie van hun werk. En laten dus ook al die verschillende experimenten en hun eigen visie op mixed reality performance design zien. Daarnaast hebben ze natuurlijk een prachtige voorstelling gemaakt. En die voorstelling is eigenlijk zo succesvol gebleken dat het er waarschijnlijk nog een keer gepresenteerd gaat worden. We gaan kijken of we het op een festival kunnen neerzetten. Het is om 8 uur, zegt Mirna, sorry. Ja. Of 8 uur, sorry, is de expositie. Maar ook de voorstelling zal waarschijnlijk al een keer op een festival gespeeld worden, want hij is gewoon eigenlijk te leuk geworden om niet nog een keer te doen. En ik ben vanuit het lectoraat bezig om een artikel te schrijven over dit proces. Ik stuur dat graag aan iedereen die geïnteresseerd is op het moment dat we hem publiceren. Yes, dan zijn we er bijna. Wat levert het dan nog op? Ja, het samen zijn. Dus echt het samen zijn in de virtuele wereld. Hier zie je een groepsfoto van ons. Ja, volgende. Excursie is ook al genoemd. Hier waren we in het Museum of Other Realities. Heeft Joris ons meegenomen. Vlak voor de kerstvakantie een avond zijn we met z'n allen lekker doorheen gaan lopen. En tot slot heel veel plezier. En ik denk dat dat heel wat waard is in deze tijd.
Studenten zeiden ook, ja, het was echt een privilege om in deze tijd dit project te mogen doen. Omdat je, waar andere studenten in hun eentje achter een schermpje thuis zaten te werken, hadden zij echt het gevoel dat ze niet alleen met elkaar, maar ook met ons als coaches en met Joris als opdrachtgever, dat we echt bij elkaar waren en met elkaar aan het experimenteren en het ervaren waren. En dat was zeker nu, ik denk altijd, maar zeker met corona was dat echt te gek. Ja, en dat brengt ons dus eigenlijk tot het einde van deze presentatie. Maar we hadden ook nog bedacht dat we heel graag met jullie wilden praten. Dus de mensen die het leuk vinden om nog even in Zoom te blijven met ons, blijf alsjeblieft hangen. Als je weg moet, je kan ons ook mailen. We zijn zeer geïnteresseerd om te kijken of dit vaker kan plaatsvinden. Misschien tussen verschillende schools in. In ieder geval tussen chemie en theater in zal dit ongetwijfeld nog wel vervolg krijgen. Zeker als het aan mij en Lotte ligt. Dus we willen jullie uitnodigen om ons te mailen als je interesse hebt om daarover mee te denken en mee te werken als je daar zin in hebt.